weer bij een nieuw filmpje vanuit Casa Rodriguillo. Helaas een weekje later dan jullie van ons gewend zijn. We proberen elke twee weken een filmpje te plaatsen. Maar helaas door verschillende oorzaken, waaronder deadlines, lukt dat niet altijd. Want het editen van zo'n filmpje kost best wel wat tijd. En daar is Tom zeker wel vaak een hele middag mee bezig. Dus sorry hiervoor. En we gaan proberen natuurlijk zo min mogelijk voor te laten komen. Nou, veel kijkplezier met het filmpje. Er gebeurt weer een hoop. En even een duimpje geven natuurlijk als je het een leuk filmpje vindt. Veel kijkplezier. Ze zijn de traprailing aan het installeren. Kunnen we nog veiliger omhoog. Dit is de oude trapleuning, die heeft Tom een stuk ingekort. Ja, en die gaan ze nu installeren. Door deze mannen wordt het geïnstalleerd. Antonio y... José. Especialistas. Especialistas. Die zijn gespecialiseerd, zijn topmannen. Zo, jullie hebben zojuist gezien in het filmpje dat de reling, dat ze met de reling bezig waren. Nou, die is nu helemaal klaar. En kijk, ook de zijkantjes hebben ze mooi dichtgemaakt. En wat gezaag wat je hoort is nu Tom. En het lastige eigenlijk nu van de trap is dat we werken met bestaande reling. En de trap is wat veranderd. Dus dat is best een uitdaging om dan dit stukje reling mooi in dit stukje gat te krijgen. En er is ook nog een extra tray bijgekomen omdat, nou je ziet, dit is het beetje het originele hout. En dat is er allemaal bijgekomen, dus er is een extra tray. Dus dat wordt ook nog een uitdaging, dat stukje. Want dat moet weer hem netjes aansluiten op de balustrade die hier komt. En alles moet ook nog de goede hoogte hebben van... Ja, 80 of 85 centimeter. Dus... wordt wel weer even een leuk klusje, maar goed, we gaan Daniel en ik vandaag wel... een puzzeltje. Een puzzeltje oplossen en komt wel goed. Ja. De kat is het ermee eens. We zijn dus bezig met de trapleuning in de balustrade. En het gaat een stuk sneller dan voorzien, want we dachten, oh nee, dat wordt echt een project van weken misschien wel. Deze, dat is voor ons een hele nieuwe, dat was niet onderdeel van onze eigen trap. En deze was origineel voor omhoog te gaan. Dus al deze spijlen stonden scheef. Ja. En die hebben Tom en ik samen mooi rechtgezet. Ja, dus... En we hebben deze van de stort gered. Dus die krijgt bij ons weer een tweede leven. Leuk inderdaad. Dus we op de juiste maat hier opnieuw gaten ingeboord. Ja. En deze heeft ongeveer dezelfde profiel als onze eigen trap. Dus daar zie je niks meer van. Ja. Leuk hè? Leuk. Van oude onderdelen gewoon weer een passend nieuw geheel maken. Ja. Dat is leuk. Dat doen wij. Zo, het is herfst.
in Spanje. En dat betekent dat het af en toe ook wat waait. En Tom is nu bezig om te zorgen dat wij geen wind in huis hebben. Toch, Tom? Ja. Want? De deuren, hele mooie oude deuren. Maar ja, er zitten wel wat kieren langs waar het toch langs komt. Of doorkomt eigenlijk. En die ben ik nu met latjes aan het opvullen. Tochtlat of zo heet dat. En ja, als die geschilderd is, zie je daar ook gewoon verder niks meer van. Nee. Dus die komen daar aan de zijkant inderdaad. Hier zie je een nieuw latje. Oh ja, en tussen de ramen heb ik geput. Oh ja, ook nog. Kijk, want daar waren we nog niet aan toe om dat helemaal netjes op te laten vullen. Dus dat zijn ook alle kiertjes nu lekker dicht. Nou, goed bezig. Even vastnieten. En zie jullie, kijk, het waren gewoon, ik weet niet of je het heel goed ziet, het waren gewoon vierkante latjes. En Tom heeft er een hele mooie bolling in gemaakt, zodat hij mooi met de deur meeloopt. Hartstikke mooi, zie je niks meer van. Ook Yves is met de laatste dingetjes bezig in het huis. Dit moet nog even uitgevlakt worden. Nou, verwacht ook deze week hiermee klaar te zijn. Daniel is nu echt met de laatste tegeltjes bezig. De laatste 35 tegeltjes van de oude Spaanse tegels voor binnen. Misschien dat er in de veranda ooit ook nog wel oude tegeltjes komen. Maar voor binnen zijn dit echt de laatste 35. Jee! De hele balustrade zit er helemaal op. Is helemaal rondom. Weer veilig. En omdat we natuurlijk heel veel moesten vermaken, heeft Tom, ik loop even diep onderop, omdat we hem hebben moeten vermaken, we hadden heel veel loze gaten. En die heeft Tom opgevuld met rondjes en vierkantjes. Dus om de verbinding ook weer goed te krijgen, en die ga ik er nu afhalen met een Japanse zaag. Die is anders dan een normale zaag, die zijn heel dun. Deze is dan ook nog eens een keer flexibel. En dan kan je dus heel strak. Kan je daar ook sushi mee maken? Ja. Mm. Nou, zo wordt het er al beetje bij beetje is heel mooi. De volgende stap is dat ik hem ga schilderen. De spijltjes, de hout gaan we in dezelfde kleur bijt als de balken doen. En dan gaat hij helemaal mooi. Ja. Misschien kan je ook even laten zien wat jij aan het doen bent. Oh ja. Hier in er zijn deze slaapkamer in orde aan het maken. Ik zal even wat meer licht maken. Kijk, de balkjes zijn afgeplakt. En ik heb, daar zit de oude steunbalk van het dak. Die hebben we laten zitten. Zoals jullie misschien wel gezien hebben in een vorig filmpje, is het dak verhoogd met een ringversteviging, zodat de buren bij elkaar blijven. En de oude balken vinden we leuk om te laten zien. Dus die hebben we helemaal mooi schoongemaakt. En moet je zien wat een verschil in kleur. Ja, het onderste is dus gewoon een stuk. En het bovenste is al geverfd. En hier is ook al in de badkamer heel veel gebeurd. Je ziet het niet zo goed meer, maar van de tegels hier na het stuk, ja, daar zat best wel een heel grote ruimte tussen.
Misschien dat je het zo kan zien. Dat is dus nu mooi glad gemaakt met de muurzamen. Nou, vandaag gaat die ook geschilderd worden, de badkamer. En dan douchescherpje erin. En wasbakje. Toilet staat er al. En daarnaast komt het bidet. Zo, nou, staat lekker. Jullie denken gewoon van nou, doe maar eens even een paar balkjes aan het schoonmaken. Doekje. Klopt ook wel. Ik ben ook een paar balkjes aan het schoonmaken. Maar, kijken of jullie dat kunnen zien. Hoi. Ik schakel wel even om, dat is denk ik wat makkelijker. Zo, deze balken zitten op ruim 6 meter hoogte. We zijn dus nu de badkamer aan het schoonmaken en aan het schilderen. En dat geluid dat je nu hoort is een stellage die ik gebouwd heb. Een dubbele stellage. Daar is de bodem helemaal. Het is lekker op 6 meter hoogte bezig. Zo raak ik wel van mijn hoogtevrees af. Nou, hier zie je al een stukje dat wit geschilderd is. Nou, het is wel een verschil, hè. Hierna komt nog een coating overheen met het spuitpistool. En dan wordt het helemaal mooi egaal wit. Nou, ik ga weer lekker even bezig hier zijn. Nou, ook Tom krijgt les van de meester. En wat ga je leren? Hoe ik het mooiste een siliconenvloeg kan krijgen. En ik heb natuurlijk ook zoiets met de siliconenkit in gedaan. Maar ik heb een tooltje, een stukje gereedschap en een soort vinger. Dus normaal doe je het zeg maar zo met je vinger. Met dit kan het veel makkelijker. Hier heb je allemaal verschillende opzetstukjes. Oké. En dan ga je vinger in een maatje, de siliconen gaan wegsteken. Ja, dus dan krijg je niet zo'n zo'n rare. Nee, als je dan met je vinger doet, en je zegt, je vinger is vrij dik. En als je dat in je hoeken doet, dan gaat dat volledig gaan hoeken zijn. Ja. Maar als okay. Je dat hier in een maatje voeg gaat krijgen. Dus dan kan ik mooi poetsen. Ja. En dit is ook wel handiger dan hoe ik het deed. Ik deed altijd een bakje bedreft. En hier met gewoon een spuitje, is niets bijzonders. Ja. En dan gaat het ook gewoon mooier en makkelijker. Nou, mooi, handig. Dus. Nou, gaan we even kijken. Deze, 45 graden. En niet te veel in één keer omdat je naar beneden trekt. Hè. Dus hoe groter je bol, hoe gemakkelijker dat er af. Ja. Nu stoppen? Ja, dat is goed. Kijk, zie je het? Ja. En hoe gelijkmatig dat al is? Dat is echt heel mooi. Ja? Hè? Ja. En zo meteen gaan we nog één keer even met een driftige vinger eroverheen. En dan zijn er ook de laatste streepjes weg. Ja, dat is best goed. Het is lekker. Lekker weer. Donja heeft het naar de zin. Helemaal niemand op het strand. Nee. Echt giga rustig. Alweer een vliegtuigje. En... kijk. Zo, we zijn een half uurtje terug van vakantie. We hebben eventjes 3 dagen zijn we lekker weg geweest. Heerlijk was dat. Ja. En nu weer aan de arbeid. Ja. Want ik wil de trap ben ik aan het schilderen, spijltjes met Hammerite verf. Want ik wil heel graag de kerstversiering om de trap heen. Ik ook. Dus nu ga ik zorgen, kan vandaag dat de trap afkomt, de balustrade. En dat we dus de kerstversiering kunnen maken. Ja. Vooral de lampjes. Uiteraard.
Zo, ik lig weer in de vouwen. Ik ben aan het schilderen de trap. En dat is de laatste stap voordat de kerstversiering erop gaat. Dat gaat dus aan het eind van de middag gebeuren. Yay! Gezellig. Lekker wat huiselijkheid in het huis. Dat vinden we wel fijn. Ja. We hebben afgelopen tijd, omdat we vorige week geen filmpje hadden gepost, en nogal wat mensen benieuwd waren hoe het nu met de trap ging, hebben we een hoop e-mailtjes, berichtjes, sms'jes, whatsappjes ontvangen wanneer er weer een nieuw filmpje komt en wanneer de trap nou afgemaakt wordt. Ja. Dus hij is af, bijna. Bijna. Kerst in huis, Casa Rodrigo. Heel gezellig aan het maken, leuk. Dus nou, volgende keer zie je vast nog wel weer kerstbolletjes klaar zijn, trappen, slaapkamers. En nou, geef ik ook dat soortje ook niet eens gelijk. En tot de volgende keer.